beter worden en zo. Maar als je gewoon bezig bent en dan kom je er gewoon achter hoe zwaar ondernemen is. En dan heb je alleen maar respect voor iemand die ook onderneemt. En heb je alleen maar heel veel dat je van elkaar leert. Natuurlijk wil je het altijd beter doen, weet je wel. Maar dat is gewoon een bijzaak. Ja. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Grind Podcast. Dit keer zit ik met Thijs Verhul. En Thijs Verhul is de co-founder van United Wardrobe. United Wardrobe is een online marketplace waar je tweedehands kleding kan kopen en verkopen. En we hebben het in deze aflevering over hoe hij is gestart. Wat je allemaal tegenkomt als je met je vrienden gaat ondernemen. Hoe hij aan zijn investering is gekomen. En wat zijn toekomstplannen zijn. Zowel met het bedrijf als persoonlijk. Nou, heel veel kijk- en luisterplezier. En dit is aflevering 11 met Thijs Verhul. Nou Thijs, welkom. Ik ben eigenlijk benieuwd, want jij bent United Wardrobe begonnen. Maar kan je vertellen waar je zelf bent begonnen? Wat voor studie heb je gedaan? Kom je uit Utrecht? Vertel. Ik ben opgegroeid in een klein pittoresk dordpje genaamd Murder. Nee, het is Moordrecht. Het ligt onder Gouda. Murder, yeah. En we noemen dat Murder, omdat het Murder Right letterlijk vertaald is. Maar ik zat dus altijd in Gouda op school. Veel van mijn vrienden komen daar ook vandaan, ook uit mijn dorp. Maar ook voornamelijk van middelbare school. Ik zat daar op het GSG, Leo Vrooman en... Toen ik jong was, wilde ik altijd al gaan ondernemen. Dus ik had bootjes en zo die ik gewoon ging opknappen. Ja, en ik reed altijd op scooters en die ging dan weer doorverkopen op Marktplaats. En ik was altijd op Marktplaats bezig. Ik vond het gewoon echt lachen om met mensen te onderhandelen en dingetjes te verkopen. En ik werkte bij mijn vader. Die heeft een schoonmaakbedrijf. En die leerde mij gewoon een beetje wat hard werken is. Dus toen ik daar begon, toen had ik nooit echt veel zin om dus glazen wassen en schilderen. En dat was vaak op zaterdag dan. En dan was ik een beetje brak. En dan kreeg ik zo'n ladder en een emmer water. Yeah, en dan moest ik even een paar straten doen. En dan leer je wel snel wat hard werken is. En hij deed dat eigenlijk ook altijd op performance basis. En zei hij, nou, als je zoveel huizen hebt, dan krijg je dit. En als je zoveel hebt, dan krijg je dat. Dus dan ging ik altijd gewoon vroeg opstaan. En ziek veel huizen doen en dan goed verdienen. En toen ik 18 was, ik had mijn VWO gedaan en... Toen wist ik niet zo goed wat ik wilde doen, dus was ik eerst recht hier in Utrecht gaan studeren. En na 2 weken kwamen echt muren op me af, dacht ik echt van, yo, dit is echt niks voor mij. Ik kreeg zo'n bundel met allemaal van die wetten en toen dacht ik, yo, ik moet echt zo snel mogelijk weg zijn hier. Dus toen was ik gewoon gestopt echt binnen 2 weken. En toen dacht ik van, yo, wat moet ik nou doen? En ik kon altijd wel een beetje skiën, dus toen was ik naar Oostenrijk gegaan. Okay. Daar in Kaproen mijn Anwarter gehaald. En toen ben ik gaan skiën op een Kirchberg in Tirol. Ja, halfjaartje gedaan. Het was echt superleuk. Lachen ervaring. Heel erg mezelf tegengekomen. Ik was 18 toen en opeens op jezelf gaan wonen in een ander land. En met mensen die je niet kent en een taal die je niet goed spreekt. Ja, dat was wel echt... was soms wel eenzaam, maar dan kom je gewoon jezelf tegen, weet je wel. Dan heb je zoiets gewoon van, oké, dit ben ik en dit ben ik niet. En toen kwam ik er echt gewoon achter. Ik wil gewoon ondernemer worden. Ik wil nooit voor een baas werken. Nee. Ik had toen wel een baas. En daar had ik al een goede relatie mee. Alleen ik merkte gewoon dat ik mocht daar bijvoorbeeld ook kroegtochten gaan verkopen. Om een beetje bij te verdienen. En dan als dan al die toeristen op maandagochtend kwamen, dan ging ik langs al die appartementen. En zei ik, hey, wil je mee op kroegtochten? Kost een tientje. En dan ging ik dat aan heel veel van die groepen studenten verkopen. Ja, tuurlijk, ja. En ik merkte dat me dat gewoon heel goed lag. Dat hosselen, dat mensen binnenhalen. En toen ik terugkwam in Nederland, toen dacht ik, ik moet gewoon iets van bedrijfskunde gaan studeren. Zo. Dus ik ging naar Rotterdam. En toen vond ik alles een beetje massaal. En een maatje van mij, Branko, die studeerde in Wageningen. Die deed bedrijfs- en consumentenwetenschap. Ja. En ik ging daar een keertje kijken. En toen hoorde ik van een maat van mij, Sjoer, dat hij ook naar Wageningen ging. En toen dacht ik, ik ga daar ook gewoon heen. En ik zie het allemaal wel. En toen woonde ik eerst in Renen, in een of ander kuthuis. En daar kon ik snel uit, want Sjoel... Dus de gozer waar ik nu mee UW heb opgezet, die zei tijdens het college tegen mij van, hey, ik heb nog wel een huis voor jou. En toen ging ik daar hospiteren. En toen werd ik uitgekozen en dat was een huis. En in dat huis woonden eigenlijk heel veel ondernemers. Zoals een gozer die had zijn eigen sportartikelen webshop gehad, Jan Ties. En Tim van Oerle die had natuurhuisje.nl. En Pepijn Meddes had Billink, dat is een soort van Afterpay. Allemaal gasten die onderneemden en daar hadden ze het de hele tijd over en ik zag hoe zij dat doen. Dus toen dacht ik van, yo, ik wil dat ook. Ja. Maar dat is goed, want dan kom je ook in een omgeving waar al die gasten ondernemend zijn. Dus dan wordt het bij jezelf ook aangewakkerd. Ja, je bent er gewoon een beetje jaloers op of je ziet dat als je voorbeeld. En dan denk je, oh fuck, ik ga dat ook doen, maar 10 keer beter, weet je wel. Maar is dus de eerste onderneming die jij op hebt gestart, is dan ook... Ja, is United Wardrobe.
Nou, ik heb altijd wel bij mijn pa gewerkt, maar ja, okay. Dat was nooit echt ondernemen. Toen werkte ik gewoon voor hem. Ja. Maar dat is ook wel gelijk raak dan. Ja, het is het houtje van de straat. Hè? Dat zei je net ook al, ja. Mooi. Nee, ja, het is, Unite Warhub is een groot succes, kan ik niet ontkennen. Het is in Nederland echt een heel groot succes, in België inmiddels ook. In Frankrijk zijn we nu echt aan het doorbreken. Ze hebben daar ook, we hebben bijvoorbeeld meer Franse mensen die dagelijks de websites en app bezoeken dan Nederlandse mensen. Alleen converteren ze nog niet hetzelfde, maar okay. dat komt wel snel genoeg. Maar in Frankrijk, ja, dat wordt echt ons eerste internationale succes. En ja, als Nederlands start-upje het maken is natuurlijk super vet. Ik bedoel, dat is fucking vet. Maar ja, het is wel echt onze droom om uit te groeien tot gewoon een unicorn. En gewoon de allergrootste modespeler ter wereld te worden uiteindelijk. Net zoals Airbnb de hele hotelbranche heeft omvergeworpen, gaan wij de hele kledingmarkt omvergooien. Gaaf. Hey, ik ben ook benieuwd, je vertelde net dan dat je al die gasten met wie je in het huis woonde, hè, dat die ook allemaal ondernemers. Heb je daar nog contact mee met die gasten? Zeker, met Jan Ties, die woont inmiddels in Brazilië. En Tim, die woont in Rotterdam, die heeft net een kleintje gekregen. En ik bel me vaak nog wel met Tim om een beetje dingen uit te wisselen over marketing. Sparren. Of over zijn bedrijf. Over investeringen. Dus ik zie ze nog wel af en toe. Okay. Ja. En kijken die gasten dan nu wel, hebben ze dan nu, als ze naar jou kijken, denk ze, fuck. Ik hoop dat ze, ja. Ik hoop dat ze een beetje respect hebben. Daar doe ik het allemaal voor. Nee, ik vind het nog steeds. Kijk, en als je begint, dan denk je natuurlijk van, yo, ik moet echt beter worden en zo. Maar als je gewoon bezig bent en dan kom je er gewoon achter hoe zwaar ondernemen is. En dan heb je alleen maar respect voor iemand die ook onderneemt. Ja. En heb je alleen maar heel veel dat je van elkaar leert. En natuurlijk wil je het altijd beter doen, weet je wel. Maar dat is gewoon een bijzaak. Ja. En is dat dan, kijk, het is natuurlijk een voordeel dat je met al die gasten in een huis hebt gewoond. Mm-hmm. Heeft dat echt iets bijgedragen, dat je dacht van... Nou, het droeg eraan bij dat ik zeg maar zo'n drive had om het te doen. Zeg maar, concreet hebben ze wel tips gegeven en zo, maar uiteindelijk hebben we, Sjoel en ik, alles gewoon zelf moeten fixen. Gewoon zelf programmeurs en designers geregeld en mensen die voor ons gingen werken, dat deden we allemaal zelf. Natuurlijk hadden we wel tips en kregen we een beetje sturing, maar over het algemeen hebben we veel gewoon zelf gedaan. Ja. En jullie zijn dus, nou, jullie zijn in 2013, meen ik toch, zijn jullie Unite Warhub begonnen. Ja. Nou, toen hebben jullie op een gegeven moment een relatief kleine investering gehad, toch? En jullie hebben van Utrecht hebben jullie een subsidie gehad? Ja, ja. In het allerbegin hebben we van Startlife Wageningen financiering gehad. Echt 7K was dat. Toen gingen we daarmee de eerste versie bouwen en een beetje tractie creëren. Okay. En toen kregen we van Tommy en Duco 250k. Dat was echt de eerste aanzienlijke ronde. Ja. En daarmee zijn we dus gewoon gaan bouwen en gaan strijden. En hebben jullie ook het eerste personeel aangenomen? Want na die 7k en na die investering hadden jullie op een gegeven moment al de versie af. Ja. Toen draaide het al. Ja. Okay. Ja. Dus die 250 was meer groeigeld. Was groeigeld, ja. Toen was dat van, oh, we gaan met dit geld heel Europa pakken. Ja, ja. 250k later, oké, Nederland en België is nu van ons, maar we hebben wel meer geld nodig. Dat was wel, En hoe doe je dat? Want je bent dus begin met z'n tweeën, ja, dus met z'n drieën. Nee, sorry, met z'n drieën zijn we begonnen. Met Joep Domen, Sjoel Berde en ik. Ja. Okay. En dan beginnen jullie, nou, dan hebben jullie de eerste versie gebouwd. Ja. Maar dan op een gegeven moment moet je ook personeel aan gaan nemen. Ja, je moet eerst tractie hebben, zorgen dat dingen werken, dat mensen je concept gebruiken. Ja. En dan ga je van lieverlee mensen aannemen. Eerst stagiaires en dan gewoon als je echt mensen nodig hebt. En als je gewoon ziet van, joh, het kost mijzelf zoveel tijd. Ja. En als ik dit kan doen, dan kan ik zoveel meer doen. Dan ga je mensen aannemen. Oké, dus jullie hebben mensen aangenomen op basis van een taak die ze dan kunnen doen. Of missen jullie echt bepaalde... Waarom je mensen aannemt? Ja, nee, sorry. Nee, ja, tuurlijk. Nee, okay, het aangenomen. Maar wat je moet doen, dat weet ik nog niet. Nee, maar je kan... Kijk... Je kan jezelf vrijspelen of je kan zeggen, oké, deze skill hebben wij niet. Daar natuurlijk. Voor, developers kunnen we altijd gebruiken. Okay. Zeg maar mensen die dingen programmeren, dat is gewoon essentieel. Uiteraard moet onze klantenservice op en top zijn. De mensen die daar werken moeten gewoon een chille vibe hebben en met ons mee kunnen denken en gaan. Developers is gewoon een heel vak apart. Want het zijn mensen die heel gewild. Iedereen wil ze, alle grote banken, alle grote bedrijven en... zij kunnen gewoon shit bouwen voor ons. En dat is wat we nodig hebben. Uiteindelijk gaan we winnen met het beste IT-product. Dus de beste app om je kleding te verkopen en om koopjes te vinden. Ja. Dat is hoe we de wedstrijd gaan winnen.
Ja. Oké. Okay. Hey, en hoe ziet een standaard dag verder uit? Wat zijn jouw taken? Oké, okay, ik sta vaak gewoon rond een uurtje of 7 op. En dan lees ik altijd de Volkskrant. En dan drink ik wat koffie. En dan ga ik nog niet mijn laptop open doen of ook niet mijn telefoon. Want ik heb mezelf al een beetje aangeleerd om dat soort dingen op kantoor te doen. Vaak doe ik het stiekem dan toch wel. Yeah. En dan ga ik naar kantoor. En dan vaak ben ik een van de eerste. Raluca, meid die hier werkt, die is altijd de eerste. Die zit hier echt altijd stand om 8 uur. Okay. En die kan gewoon slecht slapen of zo, weet ik veel. Okay. En dan begin ik gewoon mijn dag met vaak eerst gewoon echt de to-do-list opschrijven. Dus ik heb altijd gewoon een kladblok bij me. Dan zeg ik gewoon, oké, wat wil ik vandaag doen? En wat stond er nog van gisteren? Oké, dat en dat. Wat is wel belangrijk? Wat is niet belangrijk? Dan kijk ik daar gewoon goed naar en dan herstructureer ik dat. Ja. Ik weet gewoon van mezelf dat ik heel chaotisch ben. Dus ik moet zeg maar die structuur in het begin van mijn dag hebben. Dan doen we om 9:30 met het marketingteam een stand-up. Dus dan vertelt iedereen van het marketingteam, is van 10 man, vertelt wat hij gaat doen die dag. Dan heb ik daar commentaar op, lachen we een beetje en dan gaan we knallen. Ja. Dan ga ik vaak beginnen met mijn eerste analyses te maken van de campagnes die we hebben gedraaid. Hoeveel first-time buyers, first-time product places, orders zijn er binnengekomen. Eigenlijk voordat, kijk eerst van oké, hoe gaat het op landniveau? Hoeveel orders hadden we in Frankrijk gisteren? Hoeveel in België? Hoeveel in Nederland? Hoeveel registraties? Wat is er gebeurd? Zijn we vaak gegoogeld? En dan bekijk ik een beetje of het goed of slecht gaat. Ja. En daar stem ik dan ook gewoon mijn dag op af. Als het goed gaat, dan heb ik een topdag. Als het kut gaat, dan weet ik gewoon oké, oordoppen in en rammen. Ja. En dan vaak doe ik eerst analyses, dan ga ik mijn mail beantwoorden en dan doe ik een beetje reach-out. Dus dan benader ik grote profielen. Kijk ik waar ik heen moet gaan. Hoe ik wat er ook op YouTube speelt. Ik kijk gewoon de hele dag ook veel gewoon YouTube-filmpjes. Om te kijken wat er gebeurt. Ja. Welke views pakt wie. Ook muziek gewoon, weet je wel. Dat is ook gewoon een hele interessante business. Want ja, weet je, Lil Kleine zet een video online. En hij kan gewoon binnen een dag 2 miljoen views pakken. Wat doet hij in zijn clip? Dat is zeg maar, voor jullie ook, die kids die kijken dat. En meteen zien ze Lil Kleine weer met, weet ik veel, een Gucci-riem. Of ze zien hem met een of andere gekke funny pack. En dan willen mensen dat hebben en dan gaan ze dat bij ons zoeken, weet je wel. Zo direct werkt het. Kan je dat 1-op-1 terugzien? Er zijn verbanden te leggen, maar het is zeg maar, kijk, je kan het ook zonder dat doen, maar het is gewoon, het is belangrijk om te kijken waar je doelgroep naar kijkt. Weet je, het is gewoon belangrijk wat voor invloeden zij krijgen en daar je marketing op af te stemmen is voor ons essentieel. Ja. En dat is heel veel op gevoel. En dat is uiteindelijk hoe je die campagnes gaat bepalen. En uiteindelijk reken je ze af op wat er uiteindelijk gedaan werd. Maar je ziet wel dat gewoon unieke, leuke campagnes die op de actualiteiten inspelen het beste lopen. Ja, hoe cheesy het ook klinkt, dat werkt wel. Ja. Ja. En wat is de leeftijd waar jullie, wat is jullie grootste doelgroep? 16 tot 24 jaar, vrouwen. Okay. Dat is echt het grootste cohort, 60% zit daarin. Oké. Okay. Nou ja, omdat ik zit een Lil Kleine, ik vraag me af dan wat zijn. Lil Kleine is de allergrootste. Ik heb nog geen deal met hem. Nog niet. Zijn manager, Nathan Moskovic, is een goede onderhandelaar. Shout-out naar hem. Nee, dat is gewoon. In ieder geval wat de doelgroep was. Ja, of dat. Nou, ik vroeg me af of Lil Kleine is dat niet iets jonger, maar. Dat is inderdaad wel jong, maar er zitten ook heel veel jonge meiden bij onze platform. Meiden van 14 die geen H&M om de hoek hebben, die nog ergens op het platteland wonen. Oh ja, natuurlijk. Die oudere dames bij ons op het platform zitten, die vinden ze stoer, die vinden ze tof, daar willen ze kleding van hebben. En die hebben gewoon zakgeld en dat is beperkt en dat kunnen ze bij ons koopjes van scoren. Ja. Dus dat vinden Want jullie tof. Hebben ook een soort van, dat vind ik ook wel uniek, jullie hebben in het platform natuurlijk ook een soort van influencers gecreëerd. Ja, toch? Want jullie influencers noemen wij het. Oké, tof. Het zijn chicks die gewoon bij ons door de verkoop van kleding populair werden. En uiteindelijk ook op Insta meer volgers kregen of op het platform volgers hebben. Ja. Gaaf hoor. Nou ja, wel gruwelijk dat dat om je eigen platform, dat daar dan uiteindelijk weer mensen groeien en toch mede door jullie platform. Ja. Dat is wel kicken. Oké. Ik was eigenlijk benieuwd, want hoe is dat? Je hebt met die twee gasten ben je begonnen. Ja. Hoe is dat? Want je hoort van iedereen altijd, en ook in mijn omgeving zegt ze, ja, begin nou niet met je vrienden of begin nou niet met bekenden. Zoek gewoon iemand die waar je alleen zakelijk een relatie mee hebt. Ja, het is ook wel gewoon goed fout gegaan op een bepaald moment. Ja. Uiteindelijk heeft Joep ervoor, of hebben we zeg maar gezamenlijk voor gekozen
zowel Jules en ik als Joep zelf, dat er gewoon geen klik meer was tussen ons. Toen zijn we uit elkaar gegaan, gelukkig gewoon vriendschappelijk. Dat was tijdens de eerste investeringsronde. Dat was wel pittig. Ja, dat geloof ik. Jules zag ik altijd als een vriend en zie ik nu nog steeds als een van mijn beste vrienden. Alleen, ik heb nu met Jules geknikkerd. Ik kwam op de Unie tegen en we hadden het altijd samen al over ondernemen. Dus ik zag hem veel meer gewoon als een zakenpartner ook in het begin. In het begin gingen we wel eens naar Nijmegen fietsen of zo. Of gingen we iets lachers doen. Maar hij zat op een studentenvereniging en ik niet. En we hadden best wel een gescheiden leven. Als vrienden, ja. Als we elkaar zagen, was het altijd okay, wat gaan we maken? Hoe gaan we een gek bedrijf bouwen? En uiteindelijk... om het echt met je vrienden te doen, dat is gewoon heel lastig. Ja. Want je stelt gewoon je vriendschap, stelt je gewoon op het spel. Want op het moment dat het niet meer goed gaat, dan ben je zowel je zakenrelatie als een goede vriend kwijt. Dus dat zou ik niemand adviseren om zaken te doen met zijn vrienden. Ja. En hoe hebben jullie dat gewoon heel goed afgestemd? Van okay, nee. Gewoon gaan knallen en gaan kijken. En toen kwamen we er gewoon achter, in elke goede start-up heb je, of in elke succesvolle start-up in IT, heb je een hippie, een hacker en een hustler. Dus de hippie die heeft het idee, de visie, die weet waar we naartoe willen. Dat is CEO, strategisch, goed, met cijfers goed. Dan heb je de hacker, dat is degene die alles aan elkaar hackt, de programmeur. Dat is in ons geval nu Thijs Slijkhuis. Dus Thijs Slijkhuis heeft Joep zijn plek ingenomen als programmeur. Joep programmeerde eerst voor ons en Thijs in opdracht. En Thijs heeft net zoveel aandelen gekregen als ons toen hij erbij kwam. Ja. En Thijs is echt de hacker en ik ben de hustler. Dus ik zorg ervoor dat er gewoon de hele dag shit wordt geregeld. En meer marketing. Bel veel mensen. Ik probeer dingen voor elkaar te krijgen. En ik durf soms dingen te zeggen en dingen te doen die andere mensen als opdringerig of vervelend ervaren. Ik ben soms ook een beetje opdringerig en vervelend. Dat geef ik ook wel toe. Maar dan krijg je wel gewoon shit voor elkaar. En uiteindelijk doe ik het in het belang voor UW. Dus soms denk ik wel van, oh shit, kan ik deze persoon nog een mailtje sturen of bellen? Van ja, weet je, fuck it. Als we die deal rondkrijgen en als zij iets over UW kan vertellen, dan is het dubbel en dwars waard. Dus laat ik het gewoon doen. En die mentaliteit, die heb je gewoon een beetje nodig. Want vooral in de IT zijn programmeurs, ontwikkelaars en strategen zijn vaak terughoudend. Die zien wel iets, de visie. Maar Jules zegt gewoon tegen mij, yo Thijs, fix deze shit voor mij man, regel dit. En als het over belastingaangiftes gaat of over onze nieuwe ronde of over waarderingen, verwateringen, weet ik veel wat, dan heb ik zoiets van, oh Jules, hoe zit dat dan? En als het over IT gaat, ja, Thijs Slijkhuis, deze guy is gewoon een zieke whizkid. Hij kan zowel bizar gitaar spelen, ik kwam er ook achter vorige week dat hij nog kan voetballen ook. En hij is gewoon full stack developer. Vet. En daarnaast heeft hij ook nog gewoon een vriendin. Ook nog? Oké, dat is ook wel. Dat is ook knap. Ja, weet je, gewoon echt respect voor deze guy. En hij is gewoon de meest bizarre developer die ik ken in ieder geval. Hij kan gewoon alles, van opzet tot een server tot een iOS app bouwen. Ja, dat soort, dat is de reden waarom hij aandelen heeft gekregen. En iedereen heeft zijn talenten bij UW, maar Thijs S was zo extraordinary goed in wat hij deed, dat we gewoon dachten van, okay, dit meest moeten we houden. Dus we geven hem aandelen. En sinds hij aandelen heeft, is UW ook zijn kindje. Dus als de server eruit ligt op zondag om 3:00 s'nachts, dan gaat hij het fixen. Ja. Een kompion, ja, Jules. En met Jules heb ik gewoon een hele chille band. Soms hebben we echt zieke ruzie, steeds minder over dingen, hoe dingen lopen. Maar over het algemeen zijn we steeds meer aligned en hebben we gewoon een goede rolverdeling. Hij fixt gewoon heel veel shit en is gewoon bezig met programmeurs en ik ben gewoon bezig met mijn ding. En maar het is ook goed dat iedereen zijn eigen ding toch heeft? Dat je... Ja, dat sowieso. Ja, ja. Als je alleen maar hosselaars hebt, dan wordt er niks gemaakt. Precies, en als je alleen maar programmeurs hebt, dan wordt er nooit iets verkocht. Ja, precies. En dan met alleen strategen kom je ook nergens. Nee. Dus dat is heel belangrijk. Ga je met gasten ondernemen, zorg ervoor dat je met mensen gaat samenwerken. En kijk, weet je, je vrienden zijn vaak gewoon mensen die op je lijken. Daarom zijn het je vrienden, die vinden het tof. Ja. Zeg maar, ze hebben vaak een beetje dezelfde kledingsmaak en ze zijn ook vlot als jij vlot bent. En als zij programmeur zijn, zijn ze vaak ook programmeur, weet je. Dat is, zo gaat het met vrienden. En als je met mensen gaat programmeren, ondernemen, dan is het gewoon belangrijk dat je gewoon op elkaars kwaliteiten aansluit. Anders gaat het op een gegeven moment gewoon frictie opleveren. Ja. Dat is belangrijk. Ja, en zodra het altijd, dat hoor je tenminste, zodra het altijd met geld gemoeid gaat, dan gaat het altijd... Ja, toch? Dan, ik heb het vaak genoeg gehoord van mensen die dan uit elkaar gaan, omdat het
Ja, ja, vaak is geld niet de eerste reden. Vaak heb je gewoon frictie of... Ja, wat de visie is problemen, van bedrijf, visieproblemen. En uiteindelijk gaat alles kut en dan gaat het met geld ook kut. En dan gaan mensen met geld weg. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Kan. Ja. Hey, en jullie hebben ook investering gehad? Ja. Nou, jullie hebben... Ik kon niet vinden wanneer jullie die grote investering hebben gehad van 1 miljoen. September. September, oké. Okay. Maar okay. 3 weken geleden weer 1,5 miljoen euro gehad. Oké. Okay. Ja. Dat is wel... En dat is voor is secret. Nu is het ook voor de media. Hebben we hier een... Dat is een tussenronde voor Frankrijk eigenlijk. Okay. Om ervoor precies, te zorgen want zeggen, waar is die... Waar, we waar is gingen zo hard in Frankrijk dat onze huidige investeerders, Peak Capital... en ook... Dat is van die gast achter het drukwerkdeal, toch? Die zit daar ook zitten, okay. Die zitten daar ook in. Er zitten heel veel mensen, die jongens van Hives, jongens van vakantieveilingen, jongens van Booking.com, dat weet ik niet zeker. Maar wel, zeg maar, Arthur Koster is ook een van onze investeerders. Die is oud-CMO van Booking.com. Okay. En waarom hebben jullie voor hun gekozen? Want ik neem aan dat... Nou ja, misschien kan je hem iets verder nog. Kan je vertellen hoe ga je zo'n traject in? Hoe ga je... Want je hebt op een gegeven moment geld nodig. Van waar ja, kijk, naar? Op een gegeven moment heb je gewoon tractie. En dan weet je gewoon van, oké, we hebben gewoon een goed pitch deck. En we kunnen nu gewoon geld ophalen. En dan denk je natuurlijk, oh, we gaan 5 miljoen ophalen of 2 miljoen. Ja. Maar dan moet je gewoon realistisch zijn en kijken van wat kan. En toen zijn we naar Stockholm gegaan, daar met EQT gepraat. Dat was lachen. We hebben met heel veel Nederlandse partijen, heel veel angels gezeten. Maar uiteindelijk waren Piek en Arthur gewoon heel analytisch. En wisten ze gewoon echt de vinger op de zere plek te leggen. En dachten, oké, als we met deze partij in zee gaan, dan kunnen we gewoon echt schalen. Dan kunnen we verder gaan. En ze hadden ook Katowiki gedaan, dat vonden we ook wel stoer. Ja. Ze hadden niet de allerbeste deal voorgesteld uiteindelijk. Maar we dachten, we hadden gewoon vertrouwen in ze. En Peak doet maar een paar participaties. En het is echt een beetje de Harvard van de Nederlandse investeringswereld. Dus ze ligt hier helemaal door. Je gaat 6 keer door de zeven heen. En uiteindelijk kijken ze, kunnen we dit doen, ja of nee? En, uiteindelijk hadden we gewoon goede retentiecijfers, waren onze users gewoon goed engaged, onze app populair. Hadden we niet heel veel geld uitgegeven om te komen waar we nu zijn en dachten ze, nou, laten we dat gewoon gaan doen. En dat was de eerste echt grote ronde en ja, dat was een periode van 4-5 maanden waar we super veel geleerd hebben, heel veel domme dingen gedaan. En daar zijn we gewoon gelukkig zonder grote kleerscheuren onderuit gekomen en toen hadden we gewoon een deal en toen hadden we 1 miljoen euro. Toen dachten we, wow, 1 miljoen euro, dat is veel. En als je nu vraagt, joh, zou je nu nog een keer 1 miljoen op aan? Zou ik zeggen, ja, dat zou ik echt niet doen. Ik zou sowieso meteen, weet ik veel, 3 of 4 miljoen ophalen. Maar de klik was er gewoon goed en die is er gewoon gebleven. En ze hebben, ja, we kregen dus 3-4 weken geleden, kregen we een bel, even, kreeg ik een, nee, dat was 2 maanden geleden, kreeg ik een LinkedIn berichtje van een guy. Van OLX en die zei, yo, vind het wel lach wat jullie doen en zo. En toen dachten we van, oké, wat dan? Ja. Yeah, yeah. En toen kwamen ze hier op kantoor en vonden we wel leuk wat zij deden. En ze hadden ook een kantoor in Kaapstad. En vanuit daar was die CEO met ons aan het bellen de hele tijd via Skype. Yeah. En toen hadden ze zoiets van, kunnen we niet een keer langskomen? Alleen als jullie alles betalen, komen we al langs. Dus toen zeiden ze, ja, dat is goed joh. Toen kregen we business class tickets. Hoor. Werden we daarheen gevlogen, in een of ander hotel gezet. Was superleuk. Nog steeds bedankt daarvoor. was echt een hele chille ervaring. Ik had nog nooit business class gevlogen. En zit je opeens in zo'n stoel waar je kan slapen, weet je wel. Ik was ook nog nooit in Kaapstad geweest. Ja, was fucking vette ervaring. Daar gepitcht. En als zo'n partij interesse in je toont, dat is gewoon heel vlijend. Ja, en ik kan er verder niks, niet veel over loslaten. Nee, maar het was gewoon echt een hele toffe partij. Het is sowieso goed om met zulke gasten te sparen, toch? Dan met z'n drieën ben je daar en dan heb je zo'n lijpe ervaring. En dat was alleen al gewoon ontelbaar veel geld waard om daar met z'n drieën te zijn en dat te voelen. En kijk, vroeger maakten we ons altijd druk om geld. Ja. Om te kijken, oké, kunnen we nog mensen aannemen? Kunnen we dit wel doen en niet? En dat is er gewoon niet meer, waardoor we nu gewoon de vrijheid hebben om eigenlijk een beetje te doen wat we willen. Natuurlijk kijken we nog gewoon naar de euro's en kijken wat we doen, levert het wel op. Yeah. Maar we kunnen nu gewoon zeggen van, we doen nu gewoon even een testcampagne. Yeah. En als het niet werkt, dan is het even jammer. Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Yeah. En dan weten we dat die richting niet... En vroeger als we dat deden, dan waren we gewoon bijna failliet. Als we even een testcampagne deden. Het geeft ook wel rust, zeker nu.
Dat je geeft wel een bepaalde rust. Er is nog steeds de drive om gewoon keihard te knallen elke dag. En gewoon zo snel mogelijk keer 4 te gaan binnen een jaar. Maar we hebben wel gewoon speelruimte. We kunnen wel gewoon doen wat we willen. En we hebben gewoon een visie die we nu gewoon uit kunnen rollen. Dat is wel heel fijn. Vet. En die gasten die in jullie hebben geïnvesteerd, of dat bedrijf, dus dragen zij naast financiële middelen ook nog andere dingen? Kunnen jullie bij hun terecht? Of nou, we hebben mentorship in Amsterdam op de Herengracht weer een barbecue met 100 andere mensen uit de Nederlandse VC/ skill-up wereld. Gasten van Adyen en zo zijn erbij. Ja, het is gewoon fucking vet. Ze hebben gewoon goede connecties, kennen gewoon alle grote partijen. En vroeger moesten wij dan zelf die investeringen gaan regelen. En nu regelen zij dat gewoon van ons, zodat wij onze shit kunnen doen. Perfect. En ze zijn hier gewoon wekelijks en hebben we gewoon echt strakke meetingen. Waarin gewoon wij vaak... waar er gewoon even de zweep overheen gaat. Ja, ik wou dat zeggen. Ja. In het begin had ik daar wel een beetje moeite mee. Maar uiteindelijk kom je er gewoon achter dat je gewoon superveel leert van die gasten. Dat is gewoon leuk. En ja, weet je, kijk, uiteindelijk willen zij gewoon keer 10 ROI. Ja, tuurlijk. Ja, uiteindelijk willen wij dat natuurlijk ook gewoon. Dus uiteindelijk, je hebt gewoon doelen die aligned zijn. Je wil allebei vooruit. En dat is gewoon rammen. En dat is superleuk om te doen. Maar in het begin was het van, oké, wat moeten we nou doen? En moeten we dit draaien en dat draaien? Ja, je moet gewoon presteren. Ja. Dat is gewoon... Geeft ook wel druk natuurlijk. Ja, is ook als je wel, een dag krijgt, dan... Er wordt naar jullie drie gekeken. Het speelkwartier is gewoon een beetje over. Ja. Dus ik ben wel ook wat serieuzer gaan leven of zo. Als ik, ja... Gewoon wat ik ben gestopt met roken. Ik ben gewoon meer gaan sporten. En gewoon wat serieuzer met mijn leven bezig of zo. Omdat je nu toch wel gewoon heel veel wat mensen... was die balans een beetje bij jou zoek van dat work-life? Ja, dat was echt... ik was echt... de eerste 3-4 jaar was het gewoon echt... Ja, je moet gewoon met je kop boven het maaiveld uit willen steken. En je moet constant maar springen en springen. En daar bovenuit en alles regelen met minimale middelen. Ja, dat is gewoon... mijn moeder zegt altijd roofbouw op je lichaam. Ja, dat is gewoon strijden. En soms word je er gewoon helemaal gestoord van. Dan ben je er echt helemaal klaar mee. Want dan moet je weer mensen bellen. En dan is het weer 9 uur en dan word jij weer gebeld. En dan zit je weer tot 11 uur en iemand aan de telefoon. Of dan gaat er een campagne live en het gaat weer verkeerd. We hebben problemen op kantoor of weet ik veel. Het kantoor zit in de brand. We hebben gelukkig nog nooit gehad. Afkloppen, ja. Afkloppen. Maar dit is gewoon altijd shit. Ja. En nu... heb ik zoiets van... yo, ik doe dit omdat ik dit echt tof vind. Ja. En vroeger had ik echt zoiets... ik moet het doen, ik moet, superkrampachtig. Yo, dit moet af en dat moet geregeld worden. En nu zitten we in wat rustiger vaarwater. De wind is gewoon in de zeilen. Ja. En af en toe is het een beetje bijsturen en zorgen dat je groeit. Ja. Maar vroeger was het echt gewoon... toen stelden we gewoon niks voor. Toen waren we gewoon een websiteje... en toen hadden we 10 orders op een dag. Nou, Ja, precies. Niemand had respect nu is er ook een soort van... de trein is al vertrokken. En het is nu een trein beetje... die gaat gewoon verder, weet je wel. Ik durf nu ook gewoon op vakantie te gaan. Precies. Ik durfde dat gewoon niet. De afgelopen 4 jaar vond ik dat gewoon vervelend om op vakantie te gaan. En dan was ik op vakantie... en dan was ik alleen maar in mijn hoofd bezig met UW. En maar nu heb je 40 man rondlopen. En nu wordt er gewoon shit geregeld. Dan kom ik straks terug. En dan weet ik dat onze app gewoon weer een betere app is dan dat ik voorheen op kantoor was. Gaaf. En ik ben wel heel erg mezelf tegengekomen. Dat ik gewoon echt dacht, oké, nu moet ik gewoon echt normaal doen. En wat meer structuur, gezondere structuur in mijn leven hebben. Ja. Om dit vol te kunnen houden. Want het is gewoon topsport. En om zelf helder te blijven en gewoon te kunnen fixen en te kunnen regelen. Moet je gewoon constant alert zijn. Dus ja, natuurlijk ga ik nog wel eens een keer zuipen in de stad. Maar ik kan niet meer 2 dagen achter elkaar doen en moeilijk brak zijn dan 3 dagen. En dan hier zitten... Ja, dat is gewoon dat kan gewoon niet. En dan chagrijnig zijn. Nee, ja, weet je, je straalt wel iets uit naar 41 mensen. En ook al ben ik niet de manager van 41 mensen, je bent toch gewoon een van de eigenaren. Ja. Mensen kijken een beetje naar je op, hoop ik. En hebben een beetje respect voor je, hoop ik ook. Vraagteken. Dus ja, je kan hier gewoon niet als een lamswans op kantoor zitten. Je moet wel gewoon presteren. En ja, uiteindelijk willen we gewoon zo snel mogelijk naar de 200.000 orders in de maand. Wil je 200.000 orders in de maand draaien, a.k.a. 1 miljoen euro omzet elke maand. Ja, dan moet je gewoon strijden. En dat ga je niet bereiken als je brak bent. Dus. Nee. Maar nu begint het ook echt daadwerkelijk leuk te worden. Nu ga je ook echt... Ja, het was altijd al wel leuk hoor. Het was altijd al leuk. En ik heb altijd al van genoten, maar ik geniet er nu wel meer van dan eerst. Ja. Ik kon er niet van genieten, omdat het zo krampachtig moest. Ja. Dus nu heb ik dat moed een beetje losgelaten. En nu is het gewoon doen
omdat ik het doe en omdat ik het leuk vind. En ik denk oprecht elke dag, als ik opsta, denk ik, oké, zou ik dit ook doen als ik nu al 10 miljoen zou hebben? Nee. Okay. En het antwoord ja, nog steeds. Dan zou ik nog steeds naar kantoor gaan, dan zou ik nog steeds hier chillen en nog steeds met influencers bezig zijn. En die vraag moet je jezelf afstellen. Weet je, zou ik dit doen? Ja. Dat is de Tony Robbins vraag, toch? Dat is dat zo? Oké, okay. Oh, dat ken ik helemaal niet. Maar Tony Robbins. Ben je daar niet bekend mee? Nee, oh, nou, zeker een, als je zeker ook een beetje met, zit met work-life balance en dat je zelf continu productief bent. Mm-hmm. Is hij wel... staat op Netflix staat een documentaire over hem. Die is, zou ik dan wel aanraden. Tony Robbins. Ja, dat is een beetje de business guru, de grootste ter wereld. Oké. Ja. Ik krijg altijd een beetje kriebels van businessboeken en zo en dat soort dingen. Omdat altijd als ik het kijk, dan wil ik zelf ook weer allemaal dingen gaan doen. Oh ja, oké. Maar ik ga, hij is wel, ga het checken. Het is een hele in-your-face guy. Dus je moet wel, ik denk, of je vindt het heel gaaf, of je vindt het afschuwelijk. Oké. Dus nou ja, de moeite waard om een keer te kijken. Ik ga het checken, man. Waar ik wel benieuwd naar ben, op YouTube staat er een klein documentaire over jullie. Ja. En daarin geef jij aan van nou, wat zijn mijn toekomstplannen. Mm-hmm. En dan vertel je in dat je heel graag een viskamp voor, voor kids met ADHD zou willen organiseren. Ja. Want je hebt zelf ook ADHD? Of ben je gewoon heel snel... Ja, ik heb vroeger snel... het stempeltje ADHD gekregen. En ik heb daar Ritalin voor geslikt tot mijn 13 of zo. Oh, ja. En ik ben gewoon druk/vervelend soms. En dat komt gewoon vaak opspelen als ik moe ben of mezelf onzeker voel over een bepaalde situatie, ja, dan ben ik gewoon vaak onhandelbaar. Onhandelbaar. Ik kan mezelf steeds beter handelen. Alleen ik ben gewoon heel druk. Okay. En, hoe ga je daarmee om in bij United Wardrobe? En hoe heb je daar een beetje balans Het is gewoon gevonden? Balans vinden. Als je gezond leeft en gewoon een beetje gezond eet. En ik zeg ook altijd, mijn lichaam is een tempel. Nee. Zeg je dat ook elke ochtend in de spiegel? Ik heb dat ooit één keer gezegd voor de grap. En iedereen zit me daar nu mee te pesten hier op kantoor. Maar ADHD'ers zijn mensen die zichzelf heel erg kunnen focussen op één ding. En daar helemaal voor kunnen gaan. En zodra het maar net niet lukt of net niet op hun manier, een beetje tegen het autistische aan... Dan weten ze niet wat ze moeten doen en dan gaan ze maar heel druk zijn vaak. Okay. En met kinderen zie je dat ze zich vaak, zeg maar in een groep op school, vinden ze het zich moeilijk om zichzelf te gedragen, omdat er dingen van hun worden verwacht. En dan is hun enige reden van, ik heb aandacht nodig, dus ik ga maar druk zijn. Dat is vaak hoe ADHD werkt. En je hebt er 10.000 verschillende vormen van. Je hebt ook gewoon kinderen die druk zijn, die krijgen het stempeltje. Ja. Maar ik was vroeger echt best wel druk en onhandelbaar, zeker op de basisschool. En op de middelbare school had ik dus echt wel, zeg maar, gewoon een missie. En dat was mijn VWO halen. En daar ging ik gewoon voor. En daar was ik gewoon geconcentreerd mee bezig. En ja, het is gewoon voor mij heel belangrijk om dit te doen. Om gewoon mezelf te bewijzen. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar op de een of andere manier wil ik me gewoon bewijzen. En elke keer als ik van dat pad afwijk, dan heb ik zoiets van, fuck, ik moet me nu concentreren. En nu gewoon gaan. En ik heb er dagelijks mee te maken, want... Ik vind het nog steeds heel moeilijk om stil te zitten of meetings te zitten of naar mensen te luisteren, weet je. Dat is, vind ik, een van de moeilijkste dingen die er zijn. Omdat, ja, ik kom er soms over als een ziek ongeïnteresseerde lul, omdat ik gewoon ergens anders heen kijk of weer door iemand heen begin. Maar als mensen, ik vind het gewoon heel moeilijk om dingen aan te nemen of een langdurig goed naar mensen te luisteren. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar... Heb je daar een soort van manier dan voor jezelf gevonden hoe je daar dan, of is het gewoon, dat ervaar je nog steeds? Ja, trial and error. Ja. En natuurlijk zijn er dingen die je wel gewoon kan doen, zoals mensen aankijken en proberen naar mensen te luisteren. Ja. Alleen ben ik zo snel afgeleid, weet je wel. Er hoeft maar nu iemand daar een raam open te doen. En ik zit naar buiten te kijken en ik denk, waarom doet iemand daar dat raam open? En waarom vliegt dat vliegtuig daar? Er zitten mensen in, weet je wel. Ik kan, als ik in een afgesloten ruimte zit, dan kan ik gewoon mijn ding doen. En nu zitten we hier natuurlijk ook in de kantoortuin. En soms word ik daar wel gewoon een beetje gek van. Want dan gebeurt achter me is er weer een bug op de live server. En dan gaat er iets fout. En dan is er weer een deal die live gaat. En die heb ik niet onder controle. Of iemand naast me die vraagt me iets. En dan kan ik gewoon niet met zoveel dingen tegelijk bezig zijn. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Tuurlijk, heb ik ook. En ze zeggen toch ook, als je ergens mee bezig bent en iemand vraagt wat aan je of haalt je uit die concentratie, dan heb je weer iets van 15 minuten nodig om daar weer helemaal... Werk jij dan ook veel apart? Ga je dan bijvoorbeeld hier ook in die kantoortje zitten? Probeer dat wel
te doen. Maar meestal zit ik wel gewoon achter mijn bureau. En mensen weten soms ook wel van mij, oké, nu heeft hij zijn oortjes in, dus laat hem even met rust. Dat hoor je ook wel, hè? Dat als de koptelefoon op zijn oortje in, dan mag je even niet storen. Ja. En dan, Oké, okay. Hey, en zou je dat echt willen doen, dat zo'n viskamp organiseren? Ja, nog steeds, al zou ik... Want vissen was voor jou, was dat... Hebben, binnenkort, wie weet, miljonair. Nee, ja, zit wel dik in. Maar Millie. Nee, als ik ooit niet meer dagelijks bezig ben met United Wardrobe, misschien over 10 jaar, dan, of misschien al eerder, dan zou ik me heel tof lijken, want ik viste vroeger heel veel. Okay. Ik werd daar heel rustig van, ik kon me dan concentreren en ik vond het helemaal de shit. En het lijkt me heel tof om gewoon ook drukke kids die nog niet kunnen vissen, gewoon een beetje bijdragen hoe ze moeten vissen, hoe dat werkt. Dat lijkt me echt lachen om dat te doen. Ik heb het nog nooit gedaan en ook kinderen begeleiden. Ja, ik heb wel wat jonge neefjes en ik vind het wel lachen om dingen met ze te doen. Alleen... Maar je wil wat het jou heeft gebracht toen? Ja, ik wil, het lijkt me heel mooi om zoiets over te brengen. Ja. Ik geef ook wel eens gastcolleges op universiteiten en dan... Vind ik het zo leuk om aan het einde van zo'n college allemaal vragen te beantwoorden. En mensen die... het is toch wel, mensen hebben dan respect voor je. Dus dat is leuk om die waardering te krijgen. En om die mensen te inspireren. Veel mensen zeggen, oké, ik ga nu ook een website beginnen. Of ik ga dit doen. En hoe werkt dat dan? En, ja, dat is eigenlijk waar jij, toen jij in het huis in Wageningen zat, dat je al die gasten, fuck. Ja, ik had superveel... Ik snapte dat eerst niet zo goed, waarom mensen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk deden. Dacht ik altijd van, waarom zou je vrijwilligerswerk doen? Waarom de fuck zou je ergens naar Afrika gaan en daar mensen helpen? Weet je, what the fuck? Doe je dat waarom zou je betalen om... Ja, doe je dat voor je cv of zo? Maar nu merk ik gewoon dat het soms echt gewoon lach is om mensen te helpen. Ik had mijn broertje met het opzetten van zijn onderneming en we zijn nog niet heel ver. Maar elke keer als we iets doen, dan voelt het gewoon goed en lachen als je daar waardering voor krijgt. En dat lijkt me dus ook heel tof om zo'n kamp op te zetten. Ik zou dat nog steeds graag willen doen. Als ik misschien wat jaartjes ouder ben, misschien ook zelf kinderen heb. Ja. En gewoon met van die kids een beetje gaan vissen en ze shit leren. Ja, dat lijkt me wel mooi. Cool. Ja. En nou, een beetje in het verlengde, wat zijn toekomstplannen? Wat, nou ja, United Wardrobe gaat natuurlijk nog wel wat jaartjes door. Dat hoop ik tenminste. Helikopter, nee. Je gaat op de Bahamas liggen, een beetje... Met een helikopter. Ja, ik wil wel heel graag een helikopter hebben. Nee, ik hoorde laatst dat de eigenaar van Trust, dat muizenbedrijf, weet je dat die guy heeft een kantoor in Dordrecht. En die gozer, die vliegt dus elke dag in de lunch met zijn helikopter naar zijn landgoed in Gelderland of zo. Wow, echt waar? Ik hoorde die shit en dacht ik, oké, I want to have a helicopter. Yeah, yeah. Nee, goals. Nee, dat zijn geen goals. Uiteindelijk boeit me niet of ik nou 10 euro of 100 miljoen overhoud met UW. Zeg maar wat we nu allemaal hebben meegemaakt is super leuk. Ja, het is toch vet. Kijk nou, je zit midden in Utrecht, zit je in een super groot pand, 40 ja, man. Het is echt lachen. Het is echt, ja, weet je, we hebben heel veel struggles gehad, maar over het algemeen, je komt gewoon mensen, echt gewoon leuke mensen tegen die met je strijden. En weet je, soms moet je mensen laten gaan, dan is dat echt fucked up. Dan ben ik er soms echt een paar dagen, weken kapot van. Maar ja. Het is gewoon die ervaring om iets te bouwen. En als zou morgen deze hele tent afbranden, onze servers offline gaan en we gehackt worden. Het is klaar. En dan sta ik de dag daarna op en dan denk ik, oké, we moeten eerst developers hebben, een paar goede designs. We hebben wat customer support mensen nodig, wat vertalingen, wat marketing, wat investeringen. Oké, ik ken die gasten nog, bam, let's go. En binnen een paar maanden heb je gewoon weer wat staan. Ja. Zo is dat ook met die gasten van Agen volgens mij gegaan. Die hadden eerst een andere start-up en die hebben toen van Axel volgens mij, weet ik niet zeker. Ja. Een van de grote investeringsmaatschappijen hebben ze meteen 50 miljoen gekregen zonder dat ze proof of concept hadden. Ja. Meteen 50 miljoen gasten, we kennen jullie van het team. Ja, precies. Let's do it again. Maar dan wordt de investering gedaan op de ondernemers en niet op, dan hebben ze vertrouwen in diegene. Ja, ja. Daar worden veel investeringen op gedaan. Dat mensen vertrouwen in het team. Ja, dan even misschien een heel klein beetje terug nog naar de investeringen. Hebben ze ook heel specifiek naar jullie gekeken? Ook naar persoonlijkheid en skills? Ja, we hebben en meerdere persoonlijkheidstests gedaan. En toen kwam dus ook naar voren dat ik gewoon niet analytisch genoeg ben om chief marketing officer te zijn. Dus toen hebben we een andere chief marketing officer aangenomen. Een jongen van HelloPrint, Rick Molenaar. Ja. Die zit dus nu ook in ons management team. En eerst dacht ik van, oké, gaat hij gewoon eens wel mijn baan afnemen? Ja, is dat niet confronterend? Dat was even wel confronterend, maar nu is het eigenlijk alleen maar chill. Want hij is gewoon bezig met waar hij goed in is. En dat is de juiste mensen aannemen. Gewoon rustig kijken naar het team. Rustig dingen uitbouwen. Goed met mensen gesprek hebben.
goed naar mensen luisteren. Aankijken. Aankijken. En ja, ik had zoiets van, hoe ga ik dat dan trekken als hij daar de leiding in heeft? Maar eigenlijk heb ik een soort van, gewoon een hele chille band met deze gozer. En heeft hij zichzelf nu ook al gewoon goed bewezen met een paar dingen waarvan ik echt denk van, oké, deze guy gaat ons ook naar een volgend niveau tillen. En kan ik gewoon de hele dag bezig zijn met dingen regelen. En dat vind ik het leukste. Ja. En het is voor jou natuurlijk ook, jij hebt, nou, dit is dan je eerste onderneming. Je hebt bepaalde dingen, heb je gewoon geen ervaring. Nee. Toch? Het managen van een onderneming met 40 man, dat heeft ook wel skills nodig. Dat heb je ook bepaalde, dat is een bepaalde manier, ja. Gelukkig hoef ik niet elke dag iedereen te managen. Nee, precies, maar dat moet je wel, dat moet wel gebeuren. Ja. En als jullie dat zelf niet kunnen, dan moet dat... Ja, dan moet ik ben echt best wel shitty manager zo. Ik kan gewoon niet... ik vind dat gewoon heel lastig. Ik ben gewoon een lone wolf. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen de hele dag. En Rick die is daar nu fucking goed in om mensen in het marketingteam te sturen. En, ja, maar dat is toch perfect als je daar dan... Ja. Cool. Hey, ik eindig mijn podcast altijd met 3 algemene vragen. Mm-hmm. En de eerste, we hadden het net even een beetje over Netflix en Tony Robbins. Heb jij nog andere podcasts of documentaires of een boek of een... Netflix-serie die, waar je nu helemaal bezig bent? Of sowieso Wilde Haren, de podcast. Shout-out naar Jiggy J. Jiggy? Ja, daar kwam dus een maat van mij mee timen. En dat luister ik echt gewoon fucking veel nu. Ik vind het echt relaxed. Ik ben het boek De Graaf van Monte Cristo aan het lezen van Alexander Dumas. Ja. En ook een beetje omdat ik in Frankrijk geïnteresseerd ben en een Franse auteur is. En het is gewoon een fucking vet boek wat gaat over wraak nemen. En het is echt, het is echt heel, heel tof. En het gaat dus ook over handel op zee en zo. En struikrovers en allemaal dingen. En het is fucking dik boek, maar zeker een aanrader. En Netflix-serie Westworld. Dus niet op Netflix, maar op HBO. Oh ja, heb ik, hoor ik veel. Fucking vet. Ja? Ik probeerde gisteren de laatste aflevering te bemachtigen op het internet. Ja. En dat lukte me niet. Daar was ik ziek gefrustreerd over. Dus toen ben ik maar een of andere Vietnam-doku gaan kijken, wat ook wel oké was. Maar Westworld is wel echt een aanraadje. Vet. Hey, en eigenlijk een beetje zelfpromotie. Waar kunnen we jou en Vind vinden? Me op Instagram, Thijs Verhul. Wil je op de hoogte blijven van start-up avonturen, volg me daar. Stiekem wil ik ook een beetje influencer worden, maar lukt nog niet echt. Dus, misschien moet je met een van de tweedehands marketplace moet je even samenwerken. Misschien moet ik een deal met mezelf doen. Ja. Misschien is dat wel de oplossing. Ja. Ik heb al niet zoveel following. Shit. Maar goed, en op LinkedIn zit ik ook, post ik af en toe dingen over wat er gebeurt. Ga naar unitebordeaux.com, download de United Bordeaux app. Ga je shit verkopen, want het werkt. Het werkt echt. Ik heb zoveel mensen die tegen mij zeggen, ik had er nooit echt vertrouwen in, maar ik had gewoon 1 keer geprobeerd en ik had opeens mijn schoenen verkocht. Wow, het werkt gewoon echt. En ik kan zelf mijn prijs invoeren. Ja, duh. Ja. En ook alles wat ik draag. Dit is gewoon €9, deze schoenen €30. Ja, je vindt gewoon nieuwe dingen voor goede prijzen. Je vindt ook wat gebruiktere dingen voor nog betere prijzen. En ga gewoon naar unitedwardrobe.com, download de app, zet je kledingkast online, score je kleding daar. Cool. Ja, check de link in mijn bio van mijn Insta, want dan kan je €5 korting krijgen. Kijk, promotie! Ja, zo word je wel een influencer. Ja, wie weet. Nee, je moet ze eerst volgen en dan mogen ze... Oh ja, eerst volgen. Oh, kut. Shit. Shit. Hey, en ook een beetje voor mij, wie zou ik volgens jou nog moeten interviewen? Wie vind jij Tim heel... van Oerle van natuurhuisje.nl. Daar zou je ook wel een leuk gesprek mee kunnen hebben. Die jongen heeft ook iets heel moois neergezet. Oh. En misschien met iemand van Piek. Johan van Mil is misschien ook wel down om een interview te doen. Misschien vindt hij dat wel leuk. Misschien niet. Alexander Klupping is ook altijd tof natuurlijk. Ja. Omdat hij gewoon het mannetje is in deze wereld. Ik heb ook een paar keer met hem gezeten. En ook echt een toffe ondernemer. Blender was ook echt Blender leuk wordt ook, wordt ook groot, hè? Ja. Zijn podcast luister ik ook. Oh, hij heeft ook een podcast. Een podcast over media. Samen met, ik weet zijn achternaam nooit, Veut of zo, van... Veut. Ja, sorry. Ik denk niet dat Veut is. Ernst-Jan Veut heet hij voor mij. Oké, die jongen die heeft een van het core-respondent en hij is een Veut. Oké. Het is... Nou, voordat ik het ga verneuken... Nee, volgens mij is het P-H-E-U-T of zo. Okay. Hij is van de correspondent heeft hij opgezet. Ja, oké. Ja, ik ken dat ook al. Even denken, wie is nog meer tof? Waar kijk ik tegenop in Nederland?
Jongens van Jong Internet, daar zou je een podcast mee moeten maken. Ja, ken je dat? Met die, ja zeker. Die gasten, daar heb je denk ik waarschijnlijk ook wel een lachen podcast mee. En voor de rest, vraag Sjoel hier om de hoek. Ja, cool. Die zal er waarschijnlijk geen zin in hebben. Dat hij te druk is. Ja. Nou, dankjewel man. Ja, graag gedaan. Tof. En succes met Unite Wardrobe. En thanks, wie weet kunnen we een keer in jouw helikopter vliegen. Top. Als die helikopter klaar staat, mag je daar een podcast in doen. Top. Maar dan moet je wel even geduld hebben nog. Ja, hoe nou?